they're open. Or you go on the street and nobody's open. Ja, dat een crimineel eigenaar de pand gekocht van een gewone eigenaar. En dan zit je mooi, want dan willen ze je eruit hebben. Want die huurders eruit, dat levert natuurlijk meer op als aan het pand verkopen. En dan terroriseren ze je eruit. Lekkages, achtervolg, intimidatie, gekke telefoontjes op je werk. Overal mensen opstoken waar je mee omgaat. Stalken, kijken tegen wie je praat. Kijken wat je koopt. Kijken of je pint, of ze je pincode te pakken kunnen krijgen. Of je dure spullen hebt. Loeren wanneer je wel of niet thuis bent om in te breken. Van alles en nog wat. De familie lastig vallen, stalken. Mijn oma die had oude kranten weg, grote tasjes gepikt in die krantenbak was voor om te kijken of er adressen in zitten van oude kerstkaarten voor het, om dan die mensen ook weer lastig te vallen. Dat soort idiote dingen is dat ze gestoord niet bedenken wat ze allemaal doen om je huis uit te pesten. En het lijkt wel of ze het aan elkaar vertellen, want dat doen ze dan bij andere mensen ook weer. Dat hoor je dan weer van bijvoorbeeld krakers, die weten dan heel goed. Omdat ze die verhalen aanhoren van de mensen, ja, wat ze allemaal uitspoken, die eigenaren met die huurders, om ze eruit te krijgen. Het is gewoon een bepaald spelletje wat ze spelen met de mensen. En ze weten ook hoe ze het moeten spelen, want ze pesten je huurhuis zodanig met die lekkages. Dat allemaal verschimmelt dat er niet meer in te wonen valt. En als je dan naar de rechter zou gaan, dan kan je wel winnen dat het achterstallig onderhoud is en dat het gerepareerd moet worden. Maar dan schilderen ze er een beetje overheen. En dan kopen iemand van bouw- en woningtoezicht om. En dan zogenaamd goed. En over een korte periode zit je weer in de shit. En je wordt er doodziek van. We hebben heel doodziek van geworden van die lekkage in die schimmel. Mijn moeder is er ziek van geworden. En de lymfeklieren allemaal. Heel erg ziek. En ik aan mijn longen en een bottenvocht gaat op die botten zitten, dat je een kraak onder botten krijgt. Nog een keer onder die motor. Wat? Ik kreeg kraak onder botten van het vocht en aan mijn longen. Ziek, hoofdpijn, ook van het schimmel krijg ik hoofdpijn en misselijk. Dat je niet goed kan werken, dat je eigenlijk al doodmoe bent op je werk. Dan heb je nog niks gedaan en koffie drinken helpt niet, want het is zo, je wordt zo ziek van die schimmel. En mijn moeder was er ook heel ziek van geworden in de lymfeklieren. Heb je ook naar het ziekenhuis en de lymfeklier hebben ze eruit gehaald. Helemaal dik drukte tegen de hartspieren. Dat is echt niet normaal. Zware pret, niet zo'n duur. Daarom loop ik nou zo slecht. Doordat ik die ziekte heb gekregen door het schimmelhuis. Heb ik ze mijn lymfeklier weggehaald. Kijk zo hier een streepje. Het was helemaal opgezet. En zo'n hele opgeplofte gezicht. Toen hebben ze dat weggehaald. Toen heb ik een prednisonkuur gekregen. Dat is een paardenmiddel, vreselijk. En het gaat allemaal aan je spieren. Daar loop ik nou nog zo lelijk slecht van. Het is vervelend, maar dan toch weer proberen om dat weer goed te krijgen. Maar het is moeilijk hoor, om weer goed te lopen. Ik heb zelfs een rollator nog, als ik een flink stuk moet lopen, dat ik dan nog wat steun. Ik probeer toch steeds door dat het weer goed komt, maar nog steeds niet goed, helaas. Dankzij die veilige, lekkere Colombiaanse gieten die zo nodig moeten treiten en dat ze dan voor de poen. Ja. Ja, want ze zeggen dus over die mensen, die eigenaressen die veel was, dat ze dus wietplantages hebben. Ja, ze zal het geld wel ergens vandaan hebben, want ze werkt voor gemeente, ze doen geen moeie wijven. Ze lopen met een grote bek en rond de dure kleren en een poen en een dure auto, ze intimideert, terroriseert en doet maar van alles wat niet mag. Nou, de politie doet geen moer. Dan denk ik, moeten ze dan eens een keertje plantjes gaan ruimen dan bij dat soort mensen? Hè? Ja, pak ze eens een keer op. Hè? Iedereen heeft recht op een woning, toch? Als je arm of rijk bent, pak die criminelen eens aan. Toch? We horen de gevangenis thuis. Doei. Dat is doen. Okay. Ze hebben toch zo'n plukse wet? He, dan pakt iets die koelige spullen afpakken van die mensen, die niet op een hele manier. Nou, als ze aan het plukken zijn, pluk daar dan ook eens even wat. Ik ben bij dat stadsdeel. En pluk die plantjes uit het raam. Bij dat stadsdeel. Ja, ik ben dat stadsdeel geweest, hoe heet het ook weer? Huurteam. En die hadden mij een papier gegeven dat ze een pand hebben gekocht voor 700.000. Drie panden in één. Ze verdienen geen eens. Drugs hebben ze. Dat zeggen ze ja. Dat kan je niet bewijzen, maar dat verhaal hoor je dan natuurlijk. Dat zal wel zoiets zijn. Jawel, want bij de rechtbank. Hoe kom je eraan? Bij de rechtbank hadden ze het ook een keer. Waren hun er ook bij.
En toen hadden ze niks anders over wiet met z'n tweeën. Met die mobiele telefoons, dat mag ineens in de rechtszaal. Dus de rechter dat ziet, dan zeggen ze eruit. Je mag niet met mobiel gaan zitten bellen in de rechtszaal. Dat is gewoon mobiel, wiet. Zijn ze mensen, ja voor wiet dit en wiet dat en zussen me zo. Nou ja, dit is het nou allemaal. Die waren alleen maar met een wiethandeltje bezig totdat ze aan de beurt waren. Helemaal liegen tegen die rechter, maar die trapte er niet in. Want die was bij ons thuis geweest. Die had gezien of een tering zo is ervan gemaakt. En met achterstallig omdraad in lekkage. Die zegt, nou die vrouw heeft gelijk. Dus dan moest ze dus ook de kosten van de rechter betalen. Dus en als ze de pest dat ze de rechtszaak verloren heeft, dan gaat ze iedereen opstoken en lastigvallen en zo. Dus de mensen die waar we naar mee omgaan, die moeten maar opgestoken worden. Dat niemand wat met ons te maken wil hebben. En allemaal verhalen die niet waar zijn. En allemaal dingen wat niet klopt, weet je wel. Intimideren en mensen pesten. Okay. Het is gewoon gestoord voor woorden, want ja, we wonen daar nou niet meer. We wonen voor onze gezondheid gekozen. We wonen ergens even goed, bemoeit ze nog. Ze loopt nog in de buurt rond en ze stoot nog mensen op. En is gewoon niet normaal. Normale eigenaren die denken van nou, ik heb het huis. Ik heb mijn poen binnen, ik kan doen wat ik wil. Ik heb er geen baat bij om een ander nog last te vallen. Maar hun gaan gewoon maar door, omdat ze die rechtszaak verloren hebben. Dus blijkbaar gebruiken ze zelf ook wel. Die gedachtegang is niet helemaal lekker hoor. Die mensen zijn gewoon getikt. Maar soms wel met rust gelaten. Ik zou 5000 euro geld krijgen voor verhuizen. Ik heb geen cent gehad hoor. Niks. Zouden ze me nog bij het huurteam helpen, maar ik ben zo ziek geworden. Ik denk, nou laat maar zitten. Als ik een rechtszaak moet doen, krijg ik toch weer niks. Kost me die rechtszaak en wat hou ik dan over? Ja, hou ik dan over? Ze kunnen zo ze dan niet panden van. En wat van die vieze poepjes en dan leren ze elkaar en daar doen. Heb je steeds meer van die eigenaar die trucjes zouden doen. Nou, dat is gewoon een precies vies spelletje. Weet het precies hoe te spelen bij de rechter. Om maar een ander dwars te zitten. Hè? En hadden ze ook nog een dagvaarding op een verkeerd adres laten betekenen. Bij een deurwaarder, dat is ook zo'n truc, hè. Dan is een verkeerde advocaat. Die doet speciaal voor foute zaakjes. Die maakt dan een dagvaarding. En dan maken ze een fout in je adres. Die had een fout gemaakt, die advocaat had een fout gemaakt in de dagvaarding, die geeft hij aan de deurwaarder, die heeft hem gewoon maar uitgebracht op verkeerd adres, dan weet je niet dat je gedagvaard bent en dan komt er een rechtszaak. En toevallig hadden we die uitspraak wel gekregen, dus zijn we er tegen ingegaan, tegen het vonnis. Maar zo spelen ze ook dat je dan niet aanwezig kan zijn op een rechtszaak, omdat je niet die dagvaarding hebt kunnen hebben. Want hoe kan je nou een dagvaarding krijgen als je op een verkeerd adres wordt bezorgd? Gewoon een foutje in je adres, de deurwaarder had ook moeten controleren, maar losse opdrachten worden soms niet gecontroleerd. Die worden gewoon aangepakt door de advocaten. Pakken ze zomaar die stukken aan, doen ze maar, pleuren ze maar ergens op de brievenbus. Ze kijken niet op de naam, want je denkt, nee, die vrouw woont hier helemaal niet. Kan euren stelen, ze bellen ook niet eens aan de dag, zo niet erop. Ze doen maar, pleuren maar een end heen. Voor ondertussen, als er een vonnis komt, wat, hè? En je nadeel is, dan kan het toch mooi zomaar je huis onderuit voordat je niet die tijd tegenin gaat. Dus, maar ze hebben wel het vonnis hebben gekregen, dat ze dat wel goed hadden gedaan. Omdat die mensen die dagvaarding hadden gekregen, die hadden hem teruggestuurd naar de deurwaarder. Maar dan horen ze na te kijken, hebben ze ook niet gedaan, hebben ze gewoon weer een verkeerde dagvaarding uitgebracht. Dus die deurwaarders, die deugen ook niet helemaal, hè? Dat horen ze controleren. Ja, lekker zootje, hè? Belachelijk. Ze hebben die deurwaarder gevraagd naar die vent, die zat lekker onder plak, want normaal gesproken horen ze aan de balie, die komt nu te bellen met zijn eigenaar. En dat klopt zo niet, hè? Die krijgt ook lekker die gozer met zijn dure Rolex. Die zal je wel cadeau gekregen hebben, want zo hoor je niet te handelen als je op een deurwaarderskantoor werkt. Dan hoor je het controleren als een stuk terugkomt, hoor je het adresje checken. Bij de burgerlijke stand, wie woont daar, klopt dat wel voordat je een stuk uitbrengt. Dat mag helemaal niet zomaar. Een dagvaarding hoort kloppen, anders worden ze... Klopt ook niet, want er stond allemaal fout in, want wij wonen helemaal niet op dat adres. Maar goed, je moet er wel tegenin gaan, want anders... Zit je toch... Ze doen maar wat.